Hallo, vandaag hebben we een Good to Know More sessie met Willem Vermeend. Later spreek ik hem over de Nederlandse arbeidsmarkt, de kansen voor toptalent en de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven om ook in de toekomst te excelleren. Willem, wat zijn de grootste veranderingen die ons te wachten staan op de arbeidsmarkt in Nederland? Nou, de grootste verandering is de vergrijzing. Daar hebben we allemaal mee te maken. En steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt. Ouderen verlaten de arbeidsmarkt. Dat betekent dat de ervaring en kennis gaat verloren. En tegelijkertijd zie je binnen de bedrijven een enorme strijd om talent. Je moet vechten om jonge mensen binnen te halen, goede mensen binnen te halen. En dat betekent dat bedrijven zich moeten voorbereiden. Eén, hoe sta ik ervoor? Wat is mijn imago? Wat heb ik te bieden? Je krijgt te maken met de nieuwe internetgeneratie. Die kijkt anders naar werk dan wij vroeger keken. Die wil eigenlijk maatwerk hebben. Die wil een combinatie van privéleven en werk. Die wil opleidingen, die wil training, die wil carrière kunnen maken. Die wil meer eigen verantwoordelijkheid. Die wil als het ware ook meedenken. En dat is een hele nieuwe ontwikkeling. Ja, Willem, dat is helemaal duidelijk. Wat zijn nou je tips voor het toptalent, wat nu van de universiteit afkomt en wat zich klaar moet maken voor die arbeidsmarkt van vandaag? Nou, ik zeg wel eens tegen mijn studenten, je moet vooral heel veel naast je studie doen. Dat is natuurlijk een verkeerd advies. Maar ja, dan moet je studie natuurlijk afmaken. Maar ja, als je kijkt naar een cv van iemand, dan kijk je toch, wat heeft hij ernaast gedaan? Heeft hij in het bestuur gezeten? Wat voor werk heeft hij gedaan? Heeft hij ideeën? Heeft hij dingen bedacht? Zit hij in organisaties? Heeft hij een baantje gehad? Daar speelt het toenemende mate een rol. Zeg maar, communiceren voor studenten is buitengewoon belangrijk. Ik zeg altijd tegen studenten, je moet leren goed te communiceren. Want we leven in de eeuw van communicatie. Dus naast je vak, leer communiceren, leer je presenteren, leer je bedrijf vertegenwoordigen. Dat is zo belangrijk. We leven ook in de transparante wereld, digitale wereld. De wereld van Facebook, de wereld van LinkedIn. Leer daarmee werken en presenteer op die manier aan je nieuwe werkgever. En die werkgever moet het ook leren, zeg ik altijd. Die werkgever moet ook leren dat er uiteindelijk Facebook bestaat, dat LinkedIn bestaat, dat Twitter bestaat. Dus ik zou zeggen tegen studenten, verdiep je ook in hoe je je presenteert. Vakkennis is essentieel. Maar presentatie wordt steeds belangrijker. Het Nederlandse bedrijfsleven, hoe kunnen die zich klaarmaken om dat toptalent aan zich te binden de komende tijd? Nou, bedrijven en vooral personeelsafdelingen, en ook de top zelf, moet zich veel meer verdiepen in de nieuwe generatie. Ik noem het de internetgeneratie. De generatie die opgegroeid is met het internet. Die opgegroeid is met de laptop. Die nu opgroeit met de iPad. De iPhone, kortom, die opgroeit in de digitale wereld. Veel bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte hoe zeg maar, studenten studeren, hoe ze communiceren, hoe ze werken, wat ze willen. Dus ik zeg altijd tegen bedrijven, verdiep je eindelijk eens in de internetgeneratie. Anders mis je de boot. Willem, tot slot mijn laatste vraag. Wat moet het Nederlandse bedrijfsleven doen om ook in de toekomst goed te kunnen draaien, goed te kunnen functioneren en een winstgevende positie te kunnen behouden? Nou, in de eerste plaats is het zo, dat heeft te maken met het rijksbeleid, het overheidsbeleid. De belangrijkste motor van de Nederlandse economie is onderwijs en opleidingen. Wij moeten veel meer investeren in onderwijs, onderwijs, onderwijs en opleidingen. Ons niveau van de beroepsbevolking moet fors omhoog. Want wij moeten het hebben van onze kennis op de wereldmarkt. Wij exporteren heel veel. Wij moeten innovatiever worden. Wij zijn te weinig innovatief, te weinig creatief. We moeten meer investeren in creativiteit en innovaties. Dan kun je groeien. Dat geldt voor elk bedrijf. En ook voor de overheid.